Fase 2 van het baggerproject wordt sneller opgeleverd. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman benadrukt dat schepen tot een diepgang van maximaal 8,3 meter toegelaten kunnen worden. Het baggerproject, moet ik u wel wat zeggen, de tweede fase die we vorig jaar hadden gelaunched en het AN via aanbestedingsgaan wordt sneller dan normaal opgeleverd. Ik vrees dat ze volgende week al klaar zijn. Ik heb het bericht gehad van het baggerbedrijf dat ze rond 1 juni in plaats van augustus al klaar zijn. Dus wat we hebben afgesproken is, dan gaan de boten wegtrekken. Het is volgende week denk ik al zover. We hebben afgesproken dat we wel een zekere eindceremonie gaan doen voor de fase 2. En ik denk op dit moment zijn ze bij de beurs waar ze inderdaad de bekendmaking doen. Namens het ministerie van OE via de MAS. Het wordt gepresenteerd op dit moment. En de hele sector, de oil sector die daar aanwezig is, die weet nu dat zij schepen tot een diepgang van maximaal 8,3 meter kunnen binnenladen. Dat is een enorme vooruitgang. Dat is de gemiddelde diepte van 5,5, maar heeft een maximale doorvaart van 8,3 meter. Dus dat is een hele ontwikkeling voor de oil en gas business, als ze met hun zware schepen binnen willen komen. Dus dat is goed geluid voor die sector. En voor het lokaal bedrijfsleven ook, dat die efficiënte boten kunnen inzetten om meer vracht nu binnen te brengen. En dat kan dus daar veel goedkoper plaatsvinden. Zijn er met nieuwe schepen, met cruiseschepen? Voor de cruiseschepen ken ik eerlijk gezegd, dus voor de diepgang ken ik eerlijk gezegd niet van cruiseschepen. Maar ik denk eenvoudige schepen, dus laat maar zeggen de middengrote en de normale, die kunnen gewoon vrij binnenkomen. Maar natuurlijk zoeken ze een haven. En faciliteiten. Je weet, in het verleden waren die ook al binnengekomen. Dus ook denk ik voor hun zijn die opportunities er nu. Ik heb zelf het al systeemmodel gewerkt. Want de overheid zou niet betalen voor baggeren. Misschien kan ik ook eens worden gemaakt van die vakbeheer. Ja. Zo de kosten. Ja. Dat is succesvol gelukt. Je ziet dat ook de tweede fase hebben we in het systeem kunnen krijgen. Dus daar betalen de mensen via het systeem betalen ze terug. Wij als overheid hebben tussen aanhalingen 0 cent ingestopt. Weet je? En hoeveel heeft het project in totaal gekost? Fase 2 kostte ongeveer, hou me te goed hoor, maar in de orde van 20 tot 30 miljoen. Inclusief consultant. We hebben een consultant die apart toezicht houdt op het project. Ongeveer 20 tot 30 miljoen. Je moet rekening houden, dat is ook... Ja. Er is ook onderhoudstermijn van 2 jaar. Laat me dat bijzetten. Dus dat all in hoor.